de quel genre? Bangou. Bangou. Les filles à Loukoubé, Loukoubé nous permet de. La Loukoubé a astuce dans le brain. Suriname is een land waar import van kwik verboden is. Het staat op de negatieve lijst. Maar de vraag is van waar komt het dan? Grenzen. Ja, dat weten we. Dat gesmokkeld wordt, dan moeten we daar op onze focus gaan leggen. Beter samenwerken met de buurlanden. Betere grensbewaking. We weten hoe zwak onze grensbewaking is met open grenzen. Dat is een uitdaging. Cyanide komt voor op de negatieve lijst bij het ministerie van Economische Zaken. Alleen twee grote bedrijven, dat zijn de twee grote multinationals, die importeren cyanide. Het onderzoek is nog niet afgerond, maar gisteren hebben we weer vergaderd in de regeringsraad. En wat bleek? Dat er stoffen binnengehaald worden, waarvan personen, bedrijven en of organen vergunning krijgen, maar niet onder de naam cyanide, onder andere stoffen die niet vermeld staan op die negatieve lijst. En dan wordt er hier een chemisch proces ingezet om dan die cyanide eruit te halen. We hebben alle deskundigen en ik heb ook gevraagd internationale deskundigen erbij te halen. Dat we die stoffen allemaal gaan testen. En als er cyanide erin voorkomt, moeten we maatregelen treffen zoals de wet dat voorschrijft. En president, je mag het weten, als ik vlieg over Brokopondo, vlieg naar Zipalwini, dan kan je ook niet geloven. Want dat ding is pas gezegd, afgelopen week, gezegd dat dat cyanide is. Maar als je ziet, vanaf Bronsweg tot einde van de Stuwmeer, dat is het niet maar twee of drie of vier, maar tientallen van die soorten zwembaden met dezelfde middel, de reden weet het of het cyanide is. Maar ik dacht van, als dit inderdaad cyanide was, dan ben je naast maar meteen bij president. Want als je ziet hoe onzorgvuldig men omgaat, de Stuwmeer is hier en dan zie je dat er een zwembad hier is en dan zie je dat het ook lekt naar het meer. Ja, dat is naast jou dan. Het is een Chinese, maar die Chinese kan niet alleen naar daar toch. Iemand moest ook naar daar brengen. Dus als je kijkt vanaf, als je van Zanderij vliegt, nog geen 5 minuten, ik weet niet welke heel daar is, dan zie je dat daar meer dan 20 van die zwembaden voorkomen voordat je IMO krijgt. En vlakbij IMO zijn er ook zoveel. Als je gaat naar Westen, overal in het binnenland zijn die dingen. We hebben de minister van Natuurlijke Hulpbronnen gesproken. En die gaf aan dat de kleinschalige houtsector gebruik maakt van cyanide. Hoe komt het dat deze groep in aanmerking komt van cyanide, terwijl er wel toestemming is gegeven alleen aan twee grote bedrijven? Ja, hoe komt het binnen? Dat moeten we allemaal gaan onderzoeken. Als het niet officieel komt, maar laat me heel voorzichtig zijn. Dat we nog niet het volledig onderzoekresultaat hebben. Want het kan zijn dat het wel cyanide is binnengekomen, onder andere namen, onder valse documenten. Dan wil ik dat ook even aangeven, dat het opdracht is ook om dat gedeelte te onderzoeken. Wat nu al vaststaat, is namelijk dat er wel stoffen, chemische stoffen binnen zijn gekomen. Ik weet niet hoe ze allemaal heten, ze hebben allemaal technische benamingen. En dat door middel van een chemisch proces men een ontleding creëert in die stof, waardoor dan cyanide vrijkomt, eruit gehaald wordt. En dat moeten we aanpakken, want dat is wat we nu nodig hebben van de deskundigen van laboratoria. Als die stof geanalyseerd en er komt cyanide voor, dan komt het ook op de negatieve lijst. Zodra die resultaten, de labresultaten er zijn, en inderdaad dat het cyanide is, dan gaan we anders aanpakken. Maar tot nu toe is die hele opdracht gegeven dat alles wordt stopgezet. Iedereen die daarmee werken moet stoppen. En die ideeën zijn gereed om te vertrekken naar het binnenland. Het is geen publieksgeheim dat de vicepresident dus goudvelden had en werkt binnen de goudsector. Is de vicepresident op de hoogte of weet hij dat er cyanide werd gebruikt binnen zijn terrein? Natuurlijk was ik
direct betrokken met wat betreft goud, het zoeken naar goud. Ik heb me bijgekozen voordat ik VP werd. De VP word, heb ik het overgedragen. Ik zit er niet meer in, maar ik mag u wel zeggen dat vanaf die tijd van mij dat op concessiegebied waar ik beheerde, dat nooit cyanide wordt gebruikt. En tot nu toe ook niet.